onderweg naar een scoopplek in Nederland. Paspoort. Lopen we hier hoor. De zomer die komt er alweer aan, we ruiken het al. Dit is lente, dus echt ook fantastisch. Wat doen we, Sam? Goed. Oeh. Ja, ik zie ze al. De buffels. Gods hooglanden. Toevallig heet Lord ook hoogland, hè? Ja. Zo, we hebben een mooi scoopplekje gevonden, hè? Tussen de Schotse hooglanden. The Fast Boys from the Netherlands. We hebben het hartstikke mooi in Nederland. Mochten jullie nou een mooi scoopplekje hebben, laat het even zien. Tag me dan even op Instagram. Zo, Charity. Ik had een tropical beuker. Die neem ik even zo. Die is ook zo lekker, die tropical. Dat kan je gewoon als een snoepje nemen. Dus als jullie goed hebben opgelet, doe ik dus een scoop cherrybomb pompapparaat en een scoop V2 cherrybomb. Dan heb ik dus iets minder cafeïne binnen dan normaal. Niet eten meer willen, weet je wel. Gewoon ook af en toe even een soort pauze innemen. Ik heb het weekend ook een pauze gehad. Het is een sample dit nog. Kleurtjes, ja. Vond wel lekker. Ja. Maar ik ben deze aan het testen om te kijken hoe het gaat met de vaatwasser en alles. Niet in één keer wassen, dus de kleur eraf is. Ah, zeg even. Met onze vriend. Dat is Bertus. Bertus de buffel. Nee, ja, sommigen die liggen al, die eten niet meer. Ze zijn niet allemaal zoals jij. Kijk. Die stoppen dus met eten. Deze is nog niet klaar. Dit is ook wel de buffel. Flinke horens. Heel relaxed blijven. Ik kwam wel heel dichtbij. Ja, dus. Als die ons wilde weg wilde hebben, was die nog nooit zo dichtbij gekomen. Gewoon even dorst. Die Lord, die scheidspartij kleur in zijn broek, hè? Die hoorn zat zo dicht bij mijn hoofd. Ja, maar jij bent sowieso een beetje met dieren. Heel rustig blijven. We zijn nu, mogen we in de buurt zijn, snap je? Nu gaan we nooit meer weg. Nu zijn we part of the hudde. Of de kudde. Ja. Zo wit. Moet even een beetje bruin worden. Midden in de zaak, ja. Stoute blikken, normale blikken, luchtbedden. En we hebben ook een schap met supplementen. Dat moet even. Daarom doe ik. Spiegelen. Ik heb ook gewoon in de supermarkt gewerkt. Van mijn 15e tot aan mijn 17e.
We hebben hier dus mooi in die schappen onze pre-workout staan. Dus dat is iets wat je echt nodig hebt op bijvoorbeeld de zondag, zaterdag, als je dus niks meer in huis hebt. En je denkt, nou die hele tent overbreken. Dan loop je dus gewoon eventjes, loop je zo, eventjes naar de Jumbo in Hilversum, op de Larense weg. En dan pak je even snel een potje mee en dan kun je de hele tent overbreken. Dat zie je niet elke dag, hè? Nee, ja. Een kruppoekje protestant. Lord, ja. Ben jij dan ook nu al gek? Winkelen. Gouden Oogtjes is begonnen. Oh joh. Je moest toch die comeback maken? Oh shit. Ga jij dit allemaal weer halen? Ja, dan Hallo. Pak je wel wat blikjes, hè? Nee, maar dit zijn de stoute blikken. Oh, vervelend! Hey, ik ga op het strand, denk ik. Nou, tot hè. Scooby erbij! Zo, morgen. We staan weer op het parkeerplaatsje. Nou, we hebben net verse spullen gehaald bij de Jumbo. Maar die gaan wij nog niet opmaken, want we hebben nog genoeg in die jongens liggen. Van de Koningslijt, trip. Het beukertje. En een cherrybomb V2. Het blijft nog steeds mijn favoriete combo, dit. Het is echt ongelooflijk. V2'tje. Hé, hey, we zitten weer lekker in die auto, maar wat mooi hè, dat we dus in die Jumbo die ANGP neer kunnen zetten. Ik zag net al zo'n jongetje, die vond het al helemaal geweldig, weet je wel. Dus dat is echt goud dat we dit kunnen doen, bij de Jumbo. We liggen dus officieel met al onze blikken bij alle Jumbo's in principe. Dus elke Jumbo zou dat kunnen inkopen. En mocht het nou bij jouw Jumbo nog niet aanwezig zijn, helpt het dus enorm door te zeggen van hey, ik wil de manager even spreken. Want ik heb gehoord dat die Gold Rai ingekocht kan worden. Willen jullie dat alsjeblieft doen? Nou, als je dat 3 keer heeft gehoord, dan denk ik, ja, ik ga even die Gold Rai even inslaan hier zo. Nu ook de stoute blikken officieel. Dus het flaneerseizoen gaat beginnen eigenlijk. En ja, je moet je voorstellen, mensen gaan varen, mensen gaan naar voetbalwedstrijden, weet ik het allemaal, wat zomaar, naar festivals. En nou, dat is even een paar stoute blikken natuurlijk. Dus dat is natuurlijk wel iets wat nu gaat gebeuren. Dus de Jumbo's die dat nog niet hebben, die moeten het al even snel gaan inkopen. En ja, wie weet als de ANGP bij jullie in de Jumbo past. Hè, we halen de wielen er zelfs af. Dan zou het dus misschien wel kunnen. Maar het kan niet overal. Maar dan zou die daar dus kunnen blijven staan even. Doen we gewoon. Ah, het is ook weer lekker hè. We hebben ook nog een nieuwe Goud Droog Challenge die van start gaat op 15 april. Je kan je dus nog helemaal inschrijven tot en met 15 april. We hebben een vernieuwde omgeving. De hele Goud Droog Challenge die is nieuw. We hebben mooie prijzen aan. Je kan bij ons dus komen trainen in de Gouden Tempel. Mocht er nou heel veel resultaten zijn die heel goed zijn, dan laten we ook nog meer mensen komen in de Gouden Tempel. Zoals we dit keer ook hebben gedaan met de januari-winnaars. Dit is ook wel het moment om natuurlijk te beginnen. Eigenlijk ben je hier al een beetje te laat mee, vind ik, met echt droog worden. Kijk, Lord hier, die is te laat. Ik ben te laat. Die is te laat. Die moet te veel afvallen, is al een buffeltje. Dus je moet er rekening mee houden dat het wat langer duurt dan normaal. Mensen die al moeite ermee hebben, die zijn nu sowieso al te laat. Maar je kan beter beginnen en dan heb je gaandeweg nog wel enigszins een vorm van resultaat. Maar je maakt jezelf wel steeds lastiger door later te beginnen. Als je zeg maar nu niet begint, dan ben je al echt helemaal de verkeerde kant op aan het gaan. Daan, je moet echt op tijd klaar zijn gewoon. Want we hadden nu al een dag van 22 graden met zon. En wie weet wat er allemaal wel niet in mei allemaal gebeurt. Dan moet je toch gewoon een beetje ready zijn in elk geval. Dat je gewoon in elk geval met de vriendengroep, dat jij degene bent die dat shirt uit als eerste. Met Julia die kijkt en Merel, die kijken dan allemaal naar jou en dus niet naar Ronald, weet je? Dus het eerste indruk is even belangrijk deze zomer, elke zomer, dus echt op tijd beginnen. En het is niet zo dat je, stel je begint nu
En dan pas over 8 weken kan ik het shirt hebben. Nee, de meesten die kunnen al, die hebben al gewoon normaal geleidelijk resultaat. Dus daar gaat het om, dat je dus elke week wat eraf haalt. Heel simpel. En dat ook de hele zomer eigenlijk zo'n beetje blijven doen. En dan weer een beetje in een lean bulk gaat. Een beetje rond september of zo. Goed lekker.